Xavier Vet, jullie geven het eigenlijk een beetje weg vandaag, hè? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we genoeg kans hebben gehad om de wedstrijd over de streep te trekken. En door wat slordigheidjes achterin geef je een goal weg. De goede eerste helft zelfs. En het enige wat je jezelf weer kan verwijten, dat hebben we al eerder meegemaakt, met name bij NEC uit, is om de trekker over te halen. Als je die tweede maakt en Hamdouie kwam nog drie, vier keer door in die eindfase van de eerste helft. Ja, dan moet je nog wat gretiger zijn om die tweede goal binnen te schieten. Het is eigenlijk hetzelfde verhaal als bij NEC eigenlijk. In principe wel, maar ik denk dat dat nog wat minder kansen voor ons waren. En het is gewoon heel erg zonde dat je hem niet over de streep trekt. Dus volledig aan jezelf te wijten? Zeker, ja. Ik denk dat je verdedigend net wat slordiger wordt. En dat komt ook omdat je niet meer goed voetbalt. De eindpaas was telkens net niet goed, hè? Nee, het is heel makkelijk om naar die eindpaas te kijken. Maar ik vond ook de bezetting voor de goal. Wij moeten veel meer spelers hebben die ruimte gaan creëren voor anderen. Door naar de tweede paal te sprinten, door naar de eerste paal te komen. Nu willen ze allemaal die bal op de 16 zelf binnenschieten. En dan is die bezetting, ja, die verrast de tegenstander. Dan creëer je geen ruimte. En dat vind ik toch wel zonde. Ja, of Roda het nou wat beter doet of hij wat slechter tweede helft, dat is een beetje de vraag. En dat moeten we goed bekijken, want dit moet niet vaker gebeuren, zeg maar. We zagen Ralf Seuntjes uitvallen. Hoe is het met hem? Nou ja, dat is natuurlijk ook vervelend, hè. Een plan B is bijvoorbeeld om, wat we ook tegen Jong Ajax deden, om Thomas erbij, Seuntjes erbij te zetten. Dan verhoog je de druk weer voor zo'n Roda. Maar ja, nu valt hij uit. En dat is gewoon die kuit en Achillespees die steeds opspeelt. Weet je hoe het met hem is? Ja, nu even heel vervelend. Dus hij zit zwaar in het ijs en morgen kijken we verder. Maak je je zorgen als hij ontbreekt? Ja, maar ik weet nog niet wat er precies aan de hand is. In ieder geval voldoende om de wedstrijd te staken. Dus, want Ralf is geen aansteller. Dus morgen kijken we verder. Kaarsje opsteken. Ja, dat gaat wat ver. Je stond voor deze wedstrijd bovenaan. En nu zijn NAC en Cambuur eroverheen. Dus nu moet je een soort van in de achtervolging. Ja, ik denk dat we gewoon zoveel mogelijk punten moeten blijven pakken. En hoe het er nu voor staat, maakt niet uit. We doen mee. Dus daar maak je geen zorgen over? Nou ja, ik bedoel, het is lekker om het hele seizoen bovenaan te staan. Maar we zullen best wel wat tegenslagen krijgen. En daar moeten we ons niet gek door laten maken, denk ik. Dat is altijd vervelend. Omdat ik liever het in eigen hand blijf houden. Nu ben je weer afhankelijk van andere ploegen. En dat is wel altijd vervelend. Al hebben zij ook volgende week een heel lastig programma. Zowel Cambuur als NAC, NAC. Dus nog niks verloren? Tuurlijk niet. We hebben, zoals wij het vandaag twee punten laten liggen, kan hun dat ook overkomen volgende week.